ontwerpen, hè? Die zijn van de hand van Hans G. Kresse. Ja, als je de naam Hans G. Kresse hoort, dan denk je waarschijnlijk meteen aan Erik de Noorman. En ik moet heel eerlijk zeggen, hoewel ik de titel Erik de Noorman ken, ik heb nog nooit wat van Hans Kresse gelezen. Nou, wel iets, maar daar kom ik zo meteen heel even op terug. Ik ben eigenlijk helemaal niet bekend met zijn werk. Ik heb nooit echt een interesse gehad in Noormannen. Dus vandaar dat ik dat ook nooit gelezen heb. Maar er is een hele goede reden waarom ik toch nu een vlog breng over het werk van Hans G. Kresse. En dat is dit prachtige boek. Jullie hebben natuurlijk ongetwijfeld mijn unboxing video gezien van uitgeverij Arboris en gezien dat dit boek erin zat. En ik kan je zeggen, en dat blijkt ook wel dat ik er nu een vlog over maak, dit is het eerste boek wat ik gelezen heb. Om twee redenen. Ten eerste omdat ik natuurlijk nieuwsgierig was naar het werk van Hans Kresse, maar daarnaast omdat ik een hele grote liefhebber van westerns ben. Nou, daarin verschilt dit boek heel even met de traditionele westerns, want dit speelt zich af in een tijd dat er nog geen cowboys waren. Sterker nog, dat er nog helemaal geen blanken op het gebied van Amerika gekomen waren. Dat de oorspronkelijke bewoners, de Native Americans, daar nog, nou ja, in alle vrijheid, dat wil ik niet zeggen, want ze hadden ook onderling de nodige conflicten. Maar in ieder geval binnen hun eigen leefwereld konden leven zonder dat er allerlei invloeden van buiten afkwamen. Nou, het mooie aan zo'n integrale is natuurlijk dat er een mooi dossier in staat. En dat vind ik wel heel interessant, want daarmee kom ik toch wat achtergrondinformatie te weten over Hans Kresse, over zijn eerdere werk, wat hij gedaan heeft. En als ik dan even terugdenk aan, hij staat bekend om Erik de Noorman. In dit dossier wordt even uitgelegd dat hij daar eigenlijk een klein beetje van baalde. Want hij had liever bekend gestaan om deze reeks. Want deze reeks is toch wel zijn magnum opus, zijn grootste epos. Hoewel hij het niet helemaal heeft af kunnen ronden zoals hij graag zou willen. Het zijn in totaal 9 verhalen die in 3 integrales uitgebracht worden. Nou, in dit deel de eerste 3 verhalen dan. Ja, in alle opzichten is het gewoon een prachtig mooi boek. Nou ja, ik heb al wat platen laten zien. Nou, er zit ook een hele bibliografie in. Er zit heel veel achtergrondinformatie in. Hans Kresse is aan deze reeks begonnen in 1972. Hij had daarvoor ook al wat westernverhalen gemaakt waar Indianen een hele prominente rol in speelden. Hij had wat problemen met de scenarist. Uiteindelijk kreeg hij een deal met Casterman en mocht hij zelf zijn verhaal gaan brengen. Dus zowel schrijven als tekenen. En daar was hij heel erg blij mee. En dat merk je ook als je dit leest. Je merkt ook gewoon dat dit gemaakt is door iemand die dit absoluut fantastisch vindt. En je maakt kennis met de faraons. Een stam die behoort bij de Apaches. En ja, je gaat gewoon even mee in hun leven. In hun gebruiken. Maar ook ja, in de strijd die ze onderling hebben met andere stammen. En op het moment dat deze verhalen beginnen, wat ik al zei, hè, er is nog geen sprake van blanken, maar er zijn wel geruchten van harige mannen en die komen uiteindelijk ook. Maar ja, eigenlijk is dat toch een klein beetje bijzaak, want het is gewoon zo mooi om puur alleen maar dit verhaal te lezen, zien hoe die mensen leefden, hoe ze onderling met elkaar omgingen. Ik vind het echt absoluut fantastisch. Ik heb gesmuld van dit boek. Maar goed, op het moment dat dan ja, die blanken komen, dat zijn dan de Spanjaarden. Dan maken ze ook kennis met de donderstokken, geweren, de primitieve geweren van die tijd. En ze maken kennis met paarden. En ja, hoe dat op een gegeven moment een rol gaat spelen in het leven van deze mensen, dat vind ik heel erg mooi. Aanvankelijk zijn ze er bang van, maar naarmate je deze verhalen leest, want de verhalen lopen gewoon door, ze verwijzen continu naar elkaar, naar allerlei gebeurtenissen. Er zitten hele bijzondere personages in, maar vooral gewoon even het moment dat een van deze Indianen de moed heeft om zo'n paard te willen gaan bereiden. Alleen al dat is al geweldig, maar er zit zo ontzettend veel moois in deze verhalen. En ik vind het echt, en dat vind ik fantastisch, dat ik dan lees in zo'n dossier, dat Hans G. Kresse echt, ja, hij had heel veel liefde voor deze Indianen. Daarom maakte hij hen ook
het middelpunt van zijn verhalen, de helden van zijn verhalen. En ja, nou ja, goed, ik vind dat absoluut fantastisch. Dus als je van dat soort verhalen houdt, dan is dat zeker een absolute aanrader. Misschien zelfs een must-have. En sowieso, als je natuurlijk van het werk van Kresse houdt, dan moet je dat zeker gewoon hebben. En de integrale is gewoon prachtig. Nou, zei ik dat ik nog nooit wat van Kresse gelezen had. Nou heb ik toch heel even het boek van Ger Apeldoorn erbij gepakt, De Jaren Eppo. Want daar stond toch wel eventjes iets in. En stond hier even een stukje in over een andere strip die in de Eppo heeft gestaan. En dat is dus een strip die ik wel even me nog bewust kan herinneren dat ik die gelezen heb. En dat is deze Satans Eiland. Dat is eigenlijk mijn eerste en enige bewuste kennismaking met het werk van Kresse. En ja, hij is uiteindelijk ook met die verhalen gestopt, omdat hij die deal met Casterman kreeg om dit te gaan maken. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zo blij dat hij die deal gehad heeft, dat hij dit gemaakt heeft. En dit is nog maar de eerste. Een prachtige uitvoering. Indianenreeks deel 1 uit bij uitgeverij Arboris. Dankjewel dat jullie mijn exemplaar hebben toegestuurd. Want dit is een van de leukste boeken die ik in de afgelopen tijd gelezen heb. Ik ben hier echt helemaal enthousiast van. Goed, hij ligt bij de stripwinkel, dus is het wat voor je? Ga hem dan halen. Ga hem kopen. Ga hem lezen. Neem er de tijd voor, want het is een fantastisch mooi verhaal. Die man kan niet alleen geweldig tekenen, maar zeker ook geweldig vertellen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.